Hij is aangehouden. We gaan het overrekenen. Holy shit, gek. Klimmen, kom op. Holy shit. Hebben we hem? Hier, heb je vriend. Hallo allemaal, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe aflevering LSPDFR bij Prior Game. Vandaag heb ik een speciale aflevering. Er is namelijk iemand die heeft een mod gemaakt. Speciaal voor mij. Althans, ik mag hem als eerst testen en aan jullie laten zien. Het gaat om een Nederlandse mod. Ik zal met jullie de meldingen doornemen, want hij staat natuurlijk gewoon hier. Het is een gestolen fiets, een gestolen auto, een verlaten plaats ongeval. Ik heb geen idee wat ze inhouden. Nou, natuurlijk, een gestolen fiets zal een gestolen fiets zijn en een auto. En het spreekt voor zich, maar ik heb geen idee hoe dat in elkaar zit. Gaat die fietsen er keihard vandoor, wordt het een achtervolging te voet. Die gestolen auto, staat die daar gewoon? Of rijdt die weg? Het verlaten plaats ongeval, idem dito. Ik heb geen idee. We gaan het in ieder geval samen bekijken en oplossen natuurlijk. Ik doe dat in de Touran. Dat is natuurlijk het basis surveillance voertuig. En we doen gewoon alsof dit een, tussen haakjes, surveillance is. En we gaan natuurlijk alleen deze drie meldingen vandaag behandelen. In natuurlijk LSPDFR bij Prior Gaming. Dus wat gaan we doen? We beginnen gewoon bovenaan met de gestolen fiets en we gaan kijken wat er gebeurt. Mocht deze mod crashen, want dat zou kunnen, dan gaan we gewoon een andere callhouse doen. Geen enkel probleem. Alleen, we gaan even kijken. Dan zou die gestolen fiets, die zou dus... Nee, geen first person. Even iets verder weg. Die zou dus daar gaan. Nou, het is natuurlijk absoluut geen privé melding, een gestolen fiets. Maar het is wel zo'n zaak dat we die even te pakken krijgen, want... Het is natuurlijk wel gewoon strontvervelend als jouw fiets gestolen wordt. En waar je natuurlijk wel als de politie daar weet van hebt, dat ze diegene pakken. En dat is ook hier het geval. Ik zie hem, de fiets iemand echt als een jacko. Zie je dat? Holy damn. Die gaat hard. Die gaat echt hard. Hoe kan iemand zo hard fietsen? Zitten wij achter de Tour de France aan toevallig? Want die is natuurlijk ook bezig. Hoop ik dat hij ook net zo hard gaat vallen. Nee, dat is flauw. Dus moet hij niet vallen, maar... Kijk hem gaan dan, joh. Je moet hem even voorzichtig doen. Holy damn. Kan ik hem ook een stopteken geven? Natuurlijk. Hij gaat er gewoon vandoor. Of niet? Ja, hier. Stoppen. Stopteken. Blauw aan. Ja, maar kijk, als ik nu backup ga roepen. Ja, we gaan lachen met elkaar. Kijk eens. Dus we gaan zo echt een potje lachen, denk ik. Want die rammen hem compleet van de weg af. Wat denk ik ook gaat gebeuren. Nou, hij gaat niet stoppen. Misschien dat we er voor kunnen rijden. Laat het eerst zelf proberen natuurlijk. Hé, hey, stop maar. Ga je nou tegen me aan fietsen? Hé, hey, vriend. Hij fietst over mij. Nee. Nee. Oh, wat irritant. Ik heb Skype aan laten staan, mensen. Excuses. Stop jij. Ik rij hem gewoon van de weg af. Stoppen. Stoppen. Ik zeg stoppen. OC, assistentie. Dat dacht ik. Stoppen! Stoppen! Hoe gaat hij stoppen dan? Stop jij! Politie! Nee, hierheen! We rijden onze hele auto kapot. Stoppen! We gaan zeggen, gaat vandoor. We gaan hem van de weg rijden over. 1, 2, boom baby! Zo, verdachte gestopt. Deze voor die gekke dingen gaat doen. Aangehouden. Op de grond jij. Liggen maar. Kom op. Kom maar. We hebben hem in ieder geval aangehouden. Ga achter hem staan. Je bent aangehouden. Wie het antwoorden verplicht. Recht voor raad. Als je niet kan betalen, dan krijg je er een. Mijn auto is helemaal naar de vaantjes. Kom maar even hierheen, maat. Stil jij. Hey, handen achter je rug, hè. Dus, ja, weet je wat ik wil doen? Ik ga hem eerst even fouilleren. Want als ik dat niet doe, dan zet ik hem in de auto. En die sirenes die moeten natuurlijk uit. Maar een Trevor Phillips Industry Business Card en een KitchenAid. Die KitchenAid die neem ik in beslag, want hij heeft geen reden om die bij zich te hebben. Oké, vriend, stap jij maar even in. Ga maar zitten. Zitten. Hij wil niet zitten. Ofwel, wil hij wel zitten of niet? Ja, hij wil zitten. Alright, nou wat we gaan doen is, ik zet even deze weg een stuk af zo. In ieder geval dat ze er nog wel langs kunnen, maar dat ze even goed in de gaten hebben dat ik hier ook sta. Dat ik niet voor mijn sokken word gereden zo meteen. En wat gaan we doen? Wij gaan zorgen dat dit ding
opgehaald wordt. Met een tow truck. Dus goed, komt er dan geen tow truck, maar een normale vrachtwagen. Kijk daar. En die gaat deze fiets meenemen en die wordt even teruggebracht. Want deze fiets is natuurlijk gewoon gestolen. Wat een waanzin was deze achtervolging trouwens, zeg. Holy shit. Ik vond hem op zich wel cool. Deze, maar hij is weer eens wat anders. Deze heb ik nog niet gehad. Nou, gaan we in ieder geval... gaan we deze kerel even richting het station brengen. En dan zie ik jullie zo. Nou, we rijden nu het parkeerterrein op van het politiebureau. Nee, niet Sweet Jesus, het politiebureau. Inderdaad, even kijken. Dan moeten we op een van deze mooie plekken staan. Oh, hier dus. Nou ja, kijken of Rico aanwezig is. Rico, ben jij op dit station aan het werk? Is hij hier, ja of nee? We gaan het nu zien. Kijk, daar is hij. In het verkeerde uniform. Jongen, jongen, jongen. Hoe krijgt hij dat nou weer voor elkaar? Rico, wat heb jij aan? Dat mag helemaal niet. Hallo? Hé, ik ben hier. Volgens mij moet ik het Camaro-uniform nog inzetten. Of die van... Hoe heet die gasten? Handhaving. Wat heeft hij normaal aan? Camaro of handhaving? Hé, doe jij eens even rustig? Dat dacht ik. Oké, dan weet je wat we nu gaan doen. We gaan gewoon heel flauw. Gaan we weer de gestolen auto doen. Daar is hij dus. Olympic Freeway. Resisting arrest hoor ik. Nee, het is een stolen vehicle. Olympic Freeway. Oké, hoe kom ik daar zo snel? Dan gaan we even vals spelen, want kijk, hij rijdt daar. We gaan dus zo. Gas geven. We moeten hier naar links. We moeten de snelweg op. Daar rijdt dus een gestolen voertuig. Ik ben benieuwd. Gestolen voertuig hebben we natuurlijk vaker gehad, maar... We gaan kijken. Als dit goed werkt, dan ga ik binnenkort misschien samen met die gozer nog een paar call-outs maken. Of een mooi call-out pack. Kijk, gaat dit werken zo? Ja hoor. Je moet alleen echt wel gigantisch hard rijden om die gozer bij te houden. Het is bijna onmogelijk dit. Wat we even doen is dit. Dan gaat iedereen natuurlijk in de blinde paniekmodus. Aan de kant. Hoe kunnen we die auto bijhouden joh? De vraag is, waar gaat hij heen? Kijk, hij rijdt natuurlijk door op de snelweg. Die helikopter, wat doet hij daar? Die gaat... Oh, dat gaat me net goed. Kunnen we die auto bijhouden, is de vraag. Want ik rijd nu echt op een manier die niet verantwoord is. Nou, José, gaat er vandoor hoor. Ik gooi alles aan. Dit is, je kan hier gewoon niet veilig rijden. Die gozer, ik rijd echt vol gas. Ik lap elke regel die er is aan mijn laars en ik kom geen meter dichterbij. Nou, in ieder geval gaan we gewoon vol gas die kant op. Ik zie het wel. Oh, die vrachtwagen gaat natuurlijk niet van mij aan de kant. We hebben hem ingehaald. Wat is dit voor ding dan? Wat is dit voor een auto? Stoppen. Stop voor, staat het aan en volg ook. Stoppen. Hij gaat er vandoor. OC achtervolging. Wagen erbij. Aan de kant. Aan de kant. Ja, schade. Gewoon doorrijden. What the fuck, man. Zo. Mensen. Die gaan nooit voor je aan de kant. Zo irritant op zouten. Achtervolging. Wagen erbij. Zo. Rij je dan? Ja, sorry hoor. Rij je, kom op! Hij verdwijnt. Jongen, wat een paardenvijgen zijn het, jongen. Echt. Een stel droplulletjes, eerste klas. Kijk daar, jongen, echt waar. Wat een. Wat? We worden gewoon klemgereden door vrachtwagens hier. What the fuck, man? Dit is toch een achtervolging? Is het een criminele bende of zo? Ja, achtervolging is voorbij. Echt waar, ik ga de volgende keer, vraag ik geen backup meer. Ik ga het alleen doen, want dit is gewoon niet te doen. Die gasten die rijden alleen maar aan. Het is gewoon niet eens leuk. Je wordt geblokkeerd opzettelijk door vrachtwagens. Vrachtwagens, die gaan niet aan de kant voor sirenes in GTA 5. Tenzij Stefan met zijn backup te raken op, want dan gaan ze in één keer voor je staan. What the fuck? What the fuck, G? Hoe kan dat? Weten jullie dat? Leg het maar uit, ik snap er niks van. Ik ben niet geïrriteerd hoor, ik doe het zo. Het hoort erbij, dat is roleplay. Het kan mij namelijk zelf geen moer schelen of ik ze binnen 5 minuten of 30 seconden heb. Maar niet dat jullie denken van, hey, wat is dit voor een agressieveling? Kijk, daar gaat er weer één. 1, 2.
Hoe gaan we het bijhouden dan? Dit wordt echt weer een episode van een half uur voor één achtervolging. Als het zo lang zo doorgaat, ga ik de achtervolging afbreken hoor. Want dit is niet verantwoord. Ik hou hem ook gewoon niet in. Maar aan waar is die heen? Ja. Ik ben verkeerd gereden. Nou, lekker dan. Hij gaat hierheen, of niet? Ik heb geen idee waar hij is zo gereden, hij gaat eraf. Ja, dat mag. Ik kan toch allemaal niet? Hoe werkt dit allemaal, joh? Nou, in ieder geval moeten we gewoon doorrijden. We gaan maar gewoon capriolen uithalen die niet zijn toegestaan. Want dit is GTA 5. Normaal ben ik daar niet van. Maar ik heb geen keus. Deze achtervolging slaat natuurlijk weer compleet alle perken te buiten en helemaal nergens op. Het is één grote waanzin wat hier allemaal gebeurt. Maar ik kan er niks aan doen, dames en heren. Het is GTA. Ik heb geen invloed op hoe hard die gast bij die melding rijdt. Ik ga dat natuurlijk wel doorgeven aan degene die mod gemaakt heeft. Want je kan niet een auto neerzetten die harder rijdt in een call dan een gemiddelde handling van een politieauto. Want wat is dan het nut ervan om erachteraan te rijden? Niemand wilde... Oh, nou, einde ongeluk. Niemand wil daar zo hard achteraan rijden. Dat is ook gewoon niet leuk, even kijken. Hij staat hier. We gaan... Dus wij zijn het spook rijden tegen het verkeer in. Waar is die nou? Of rij ik er weer op? Ik rijd er misschien weer op. Gassen, kom op, knallen met die handel. Ja, ik ben aan het spookrijden. Dit mag echt niet. Dit mag gewoon niet, dames en heren. Maar ja, het stond helemaal vast hier. Nood breekt wet. Ik ben alweer leaving. Zo erg is het dus. Die gast die rijdt zo verschrikkelijk hard. Dat het niet te doen is. Deze missie is niet goed. Weet ik. Als ik heel eerlijk ben. Deze missie draagt niet bij aan een positieve ervaring voor LSPD of R. Als ik heel eerlijk ben. Maar we gaan nu hard tegen hard spelen, want hij is een gevaar voor de samenleving. Hij moet gestopt worden. Stoppen jij. Stoppen. Kom maar. Stop aan. Nee. Ja, tuurlijk. Geef me anders even een zetje. Help mij. Help mij. Nee. Stoppen. Stoppen. Rij hem klem. Pak hem. Uitstappen. Vuurwapen erop. PTGV. Goed zo. Hou hem aan! Klimmen, goed zo! Op de grond! Op de grond! Goed zo! Zo! Knetter, hé, we hebben hem! Nou, daarbij crashte ook LSPDFR. Aan zich geen probleem, die kan ik gewoon opnieuw starten. Kijk, doe nou niet. Wat we gaan doen is gelijk even opnieuw starten. 1, 2! Boom, baby! Wat is dit nou weer? Dit heb ik helemaal niet aangezet. Ga weg, dit wil ik allemaal niet. Ik wou net zeggen. Ik stond op een blikje. Wat we gaan doen is, we hebben nog één missie te gaan. Dat is verlaten plaats ongeval. Dat is ook een achtervolging. Is dat, zeg ik dat nog goed? En ik sta weer natuurlijk compleet op de plek waar ik niet moet zijn, want... Oh mijn god. Nou ja, verlaten plaats ongeval, artikel 7 is dat. Dat is een zwaar vergrijp. Daar hebben we gewoon toestemming voor. Kijk, daar gaat er weer even vandoor, dames en heren. Het zijn alleen maar achtervolgingen. Als het weer zo is, dan heb ik geen idee of ik daar nog zin in heb, als ik heel eerlijk ben. Want deze call-outs zijn niet goed. Nog niet, ze gaan veel te hard, die auto's. Er zit totaal geen realiteit, als niet voor mijn kanaal. Ik denk ook niet voor mijn grote vriend GTA LSPD of Armor. Die zal het waarschijnlijk ook niet zo heel veel aanvinden. Ja, of wel natuurlijk. Is misschien wel leuk voor de Zulu afleveringen deze, maar... Nou, we staan weer ingesloten. Maar, echt waar. Hier krijg je toch zo de paardenhik van? Rot gewoon allemaal een eind op. Zout op. Er is een politieagent die wil snel naar een melding toe en jullie blokkeren de hele weg. Ik heb ze trouwens een kenteken opgeschreven. Zij krijgt van mij zo'n dikke bekeuring. Kijk, dat hij niet aan de kant kan is een tweede, weet je wel. Maar dat je expres ervoor gaat staan en geen meter verschuift terwijl het er in de ruimte is. Dat zal ik je altijd kwalijk nemen. Waar is die nou?
Waar is die nou? Kijk, ik ben echt heel slecht in zoeken, weten jullie dat? Ik zie hem gewoon niet op de kaart nu. Ik zie hem gewoon niet. Zo schil ben ik. Holy damn. Hij rijdt helemaal daar. Hoe ga ik dat ooit doen? Nou, weet je wat, we gaan door. Ik ga wat dichterbij rijden en dan zie ik jullie zo. Nou, we zijn in de buurt. Vraag me niet. Nee! Ga nou aan de kant, man. Vraag me niet hoe. Ik heb alle zeilen bijgezet. Het is weer een of andere kerel die niet wil stoppen. Politie, stoppen. OC, wagen erbij, spoedassistentie, alles erop en eraan. We gaan hem klem rijden. Het is weer dezelfde kerel in dezelfde auto. Stop maar, klem zetten. Nee, goed zo, klem zetten. Aanhouden. Nee. Stoppen. Kom op. Rijden. Wat een vent, zeg. Ik ga zo hard van de weg beuken. Waar is mijn assistentie? Daar dus. OC, wagen erbij. Het gaat helemaal mis hier. Ik word aangereden. Nu assistentie. Nu. Huppatee. Schiet de vlammen. Weet ik veel. Schiet zijn banden lek. Doe wat. Pak hem. Ik rij hem gewoon klem. Pak hem, jongens. Pak hem. Rijd. Richt je wapen dan op hem. Echt waar, Karel Kluns en de Jostie Band, daar ben ik mee aan het surveilleren. Op Zouten. Ja hoor, snijd me maar af zoveel je kan. Jongen, het is ook niet te filmen dit wat hier allemaal gebeurt. Gelukkig dat ik het film. Anders zou je niemand zou je toch geloven, je collega's die om de 5 seconden van de weg af willen rijden. What the fuck? Wat is er mis met hun? Spookrijden. Ja, die wagen is ook veel te zwaar, joh. Je kan hem geen eens een tik geven. Nou, stoppen staan nog steeds aan. Volgen ook, natuurlijk. OC, assistentie! Het gaat mis. Ik heb nu alle beschikbare wagens nodig. Dat dacht ik. Daar zijn ze. Rij hem dan klem. Zet hem ervoor. Stap uit. Trek je wapen. Doe iets. Goed zo. Doe iets. Jongen, welke politieschool hebben jullie gezeten? En niet bij ik in ieder geval zat. Ja, schiet maar op hem, ja, eindelijk. Ik ga hem dus een pit geven als dat werkt. Hij gaat veel te hard, joh. OC, assistentie! Jongen, nou. Ik heb, sorry, nee, kijk eens, dit is oprecht het grootste dieptepunt in Spiegelvaar wat ik ooit heb meegemaakt, als ik heel eerlijk ben. Ik heb nog nooit meegemaakt dat ik, kijk hoeveel auto's. Dit is toch niet normaal? Kijk hoeveel auto's. Kijk daar, joh. Holy shit. Hoe gaan we dat doen hier? Waar is die? Is hij aangehouden? Hij is aangehouden. We gaan het overheen klimmen. Holy shit, gek. Klimmen. Kom op. Holy shit. Hebben we hem? Hier, heb je, vriend. We hebben je. Nou, toen crasht de LSPD van weer. Maar mensen, wat is hier aan de hand? Kijk. Holy shit. What the fuck? Dat is niet normaal. Oh, ik zeg niet, waar is mijn auto? Oh, die staat daar. Kijk, ik heb stop aan. Dus klimmen. Holy shit. Stap in. Goed. Oh, hij is gecrashed natuurlijk. En dan ren ik even hierheen. Even uit de herrie. Maar mensen, wat de hel was dat? Ik moet zeggen, we hebben alles meegemaakt. De extreme meeste achtervolgingen tot aan 35 tot 40 politieauto's in achtervolging. Eén grote clusterfuck. Verzin het allemaal. Aan de ene kant, ik vind die missies wel leuk. Maar ze gaan te snel, die auto's. Ze gaan gewoon te hard. Het kan gewoon niet. Als dat aangepast wordt, dan heb je echt een leuke mod. Ook voor mij. Er komt weer een collega aanzien. Dan komen we waarschijnlijk even kijken hoe het met mij gaat. Ik sta hier, vrienden. In ieder geval wil ik jullie kijkers hartstikke bedanken voor het kijken van deze aflevering. LSPD of Arm met de mod die speciaal custom gemaakt is. En natuurlijk hartstikke bedankt daarvoor. We hebben hem uitvoerig getest. Hij krijgt van mij een 6.
Een 6 omdat die, hoe zeg je dat? Als die voertuigen aangepast worden en de snelheid, dan heb je gewoon een dikke 9. Zeker nu al, dat is echt vet. In ieder geval, hartstikke bedankt voor het maken van deze mod. En jullie kijkers, hartstikke bedankt voor het kijken. Als je het leuk vindt, veel verdurven, blauw duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal. Volg op social media, je kan me vinden op Twitter, Instagram, Facebook. Onder de naam Premier Gaming, volg me even. Hartstikke bedankt voor het kijken en tot morgen, jongens, weer een nieuwe video. Later!